Welkom in New York, een jaar geleden. De stad die nooit slaapt, is in slaap gevallen. New York staat bekend als het epicentrum van de corona-epidemie. De New Yorkers zitten doodsbang binnen. Maar nu, een jaar later, wordt de stad weer langzaamaan wakker. En de burgemeester wil alle beperkingen al heel snel opheffen. Ik reis af naar een stad waar ze er alles aan doen om weer op gang te komen. En ik zie hoe dat aan jonge mensen nieuwe kansen biedt. Ik neem je mee door een ontwakend New York. De reden dat ik nu zonder mondkapje in de auto kan zitten, terwijl de cameraman natuurlijk ook in de auto zit, is dat ik in ieder geval al twee prikken heb gehad, twee Pfizer prikken. En het is al 2 weken na mijn tweede prik, dus ik ben nu veilig. Maar dat is nog lang niet het geval voor heel Amerika, ook al gaat het natuurlijk razendsnel nu, hè, met die vaccinaties. In de hoop dat ze de strijd tegen een eventuele nieuwe golf gaan winnen door zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk te vaccineren. En terwijl ik me ondertussen alweer door het verkeer van New York moet manoeuvreren, ja, dan was dat een jaar geleden toch wel totaal anders. Maandenlang waren de straten van New York hier namelijk het domein van alleen fietscouriers en strikt noodzakelijk verkeer. The streets, especially in Manhattan, were absolutely empty. It was eerie, it was surreal, and it was really honestly disturbing. It was so much despair. And you can feel the tension among the few people that were out, because nobody wanted to get close to you. My name is Vincent Barone. I'm a New York City cyclist, and I was one of the many, many bike messengers during the pandemic who were helping deliver groceries and packages to New Yorkers who wouldn't leave their home. Maar die mensen, ja, die gaan er wel steeds vaker ook weer op uit. En dat betekent voor Vin bijvoorbeeld ook weer oppassen op de fiets. I think we're on the verge of coming back, but it seems like a tug of war between vaccinating enough people and making sure that the new variants don't spread. Op dit moment worden er duizenden mensen per dag gevaccineerd. Bijvoorbeeld in dit soort massavaccinatielocaties. Daar zouden we graag binnen willen kijken, maar dat is op dit moment verboden voor de pers. Dat komt omdat ook heel veel mensen nog twijfelen over of ze zo'n vaccinatie kunnen nemen, durven te nemen. Ja, dus wordt de pers op afstand gehouden, zodat ze mensen niet afschrikken hier naar binnen te gaan. Ja, van die twijfels snappen ze in de zorg maar weinig. Want zo lang is het niet geleden dat de New Yorkse ziekenhuizen de enorme toestroom aan patiënten helemaal niet aankonden. Hell. Biblical. I kid you not. People come in, they get intubated, they die, the cycle repeats. Inmiddels zijn er ruim 32.000 New Yorkers overleden. En ook nu zie ik de gevolgen van het virus nog om me heen. Zo ontmoet ik dokter Joseph Habush. Hij werkt op de eerste hulp van een vooraanstaand ziekenhuis, maar al zijn ervaring en kennis konden niet voorkomen dat hij een collega verloor. I was so proud of our team because we discovered what he had, got the clots out, got on the right medication, stabilized them. And then 6 days later I found out he died. We do our best for everyone, but when you know it's your colleague, it's personal. Up front in the beginning, it was a battle. I woke up every day, think every single moment I was thinking about what I could do to help in this battle. Now I am hopeful. I know how to take care of patients better. I also know if a patient comes in very sick, even the best we can do might not be good enough, despite all we learned in the past year. Als ik door New York loop, zie ik nog veel gesloten winkels. 1 op de 7 bedrijven in New York ging het afgelopen jaar failliet. Toch zijn er ook weer lichtpuntjes. De broers Yamomi en Azizu bijvoorbeeld. Ze groeiden op in de Lower East Side, maar moesten daar op jonge leeftijd verhuizen omdat het daar te duur werd. Nu is de huur door corona flink lager en kunnen de broers hun droom alsnog laten uitkomen. Yeah, at the time we were looking at other spaces and we didn't really think this was going to happen.
But we threw in an offer. He increased it slightly and sent it back to us. And it was around the same prices that we were looking at in Queens and Brooklyn. So we're excited to see what happens, how the neighborhood changes. We already see different types of businesses opening up here. You sound optimistic. Yeah, absolutely. Good luck with that. Welcome back. New York City staat er op een van de grootste billboards voordat je Times Square in het hartje van New York oploopt. En daarmee zegt de stad dus als het ware, we zijn er weer na die pandemie. Nadat het zo'n spookstad was geworden en hier bijna niemand meer te zien was. Nou, ook nu is het nog steeds niet zo druk als het ooit was. Die miljoen toeristen die hier per dag rondliepen, nou ja, die zie je ontbreken als het ware. Maar het begint langzaamaan absoluut weer levendig te worden op Times Square. New York gaat nu een tweede coronalente in. Maar dit keer overheerst de hoop in plaats van de angst van een jaar geleden. Vond je dit nou een interessant verhaal? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren en het belletje aan te zetten om op de hoogte te blijven van al onze video's.